Leerlingen van de Alberga School, de Theodor Juda en de Sinja School hebben vandaag en morgen de gelegenheid de beursstand van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur, te bezoeken. Het doel is de scholieren meer informatie te verstrekken over het Telesur Nationaal Breedbandproject, TNBP. Dit plan zal het oude netwerk van Telesur binnenkort volledig vervangen. Het telecombedrijf vindt het noodzakelijk dat de gemeenschap wordt geïnformeerd over het breedbandproject. Het TNBP zal verbeterde kwalitatieve services aanbieden aan de gemeenschap, waardoor Telesur ook kan bijdragen aan de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname. Volgens het bedrijf maakt de schoolgaande jeugd ook deel uit van de samenleving en dit is voor haar reden genoeg deze groep te betrekken bij de directe informatieverschaffing op de beurs. De beursstand van Telesur is tot en met 5 december open voor onder andere de uitgebreide informatie over het Nationaal Breedbandproject.